Op donderdag 4 juni vertrok de halve maan uit de haven van Volendam. Meer dan 2 maanden was het schip blikvanger in de haven. Expanding the view of the captain and crew like a man just released from indenture. As a dreamer of dreams and a traveler. Wat ik heel leuk vond om te zien is dat op het schip kwam heel veel bemanning. Een beetje de harde kern weer terug om mee te helpen, onderhoud en dat soort dingen. En om die jongens weer hier te zien, dat vond ik wel echt het mooiste. Ja. We waren horen en luid, we lagen even in Enkhuizen bij Ventus. Daar konden we weer wat ander werk doen. En daar hebben we een korte periode gelegen. En toen we daar vandaan vertrokken, was het wel van... sommigen hadden commentaar van, zitten jullie niet te dicht op elkaar? Maar met varen ging dat allemaal prima. Ja. Maar nou gaan jullie weer vertrekken zo dadelijk. Ja. Wat doet dat met je? Nou, dat is wel raar, want ik kom zelf het horen natuurlijk en daar ben ik vrij actief. Volendam is dan, daar kom ik al eigenlijk mijn hele varende carrière, dat is bijna 30 jaar. Kom ik regelmatig in Volendam met allerlei schepen, ook veel bruine vloot. En dat is lekker dichtbij en dat is bekend. Nu gaan we weer op reis, naar Delfshaven gaan we. Ja. Dat is weer een reisje. Ik zie er ontzettend naar uit, ook met de bemanning om weer daar naartoe te gaan. Ja. Southeast of disorder, you can shake the hand of the mango man as he greets you at the border. And the lady she hails from Trinidad, island of the spices, salt for your meat and cinnamon sweet. And we zijn in Volendam. We zijn erg dankbaar dat we in Volendam hebben mogen komen. Want toen we weggingen was het heel onduidelijk. De ene haven naar de ander die ging sluiten. En dankzij de burgemeester en dankzij wethouder Schut vonden we hier een vluchthaven. En die vluchthaven zijn wij erg dankbaar voor. En zij vroegen ons nog van waarom en hoe past dit nou bij het plaatje? Want we zijn een vissershaven. En wij konden in het archief van het Waterlands Archief vonden wij heel veel schepen precies van deze afmeting. Die in 1609, de tijd van dit schip, hier op de Reede gelegen hebben. En één zo'n schip, dat ging van hier naar Moermans, die deed mee aan de Witte Vaart. Ja. Een ander schip ging van hier naar Kreta. Dus het plaatje van dit schip in de haven past. Dit was niet alleen een vissershaven, dit was echt een haven van de grote moedernegotie van Nederland. Ja, de handels. Handel, hè? Ja. Volendam, die handelde dan in zout voor hout, letterlijk. Ja. Brachten ze zout naar Gdansk en dan haalden ze hout hier voor de scheepsbouw. Maar ook dus wijn uit Kreta, en dat kon je dan weer handelen voor hout. Zou je me kunnen vertellen, dit soort schepen, dit is een replica. Hè, Er zijn geen schepen van 400 jaar, waar ook ter wereld. Nee, daarom. Ja. Maar waar het mij even om gaat, kan ik me voorstellen dat zo'n schip als deze onder andere, dat dit ook hier in Volendam gebouwd werd al in die tijd? Zeker, ja. Wij weten heel veel van dit schip. We weten soms per week voor 20 jaar. En het heeft natuurlijk, kenden mensen van die vaart naar New York, hè, onder Henry Hudson. Daarvoor deed het mee met de schippen van Maarten Pietersen. En daarna was de VOC-schip dat de Inter-Aziatische Handel. Maar ter antwoord waar was het gebouwd, dat weten we niet zeker. Maar omdat de schipper van Schellinghout was en wij vonden in een manuscript dat een Simon Pietersen een schip van deze afmeting in 1609 hier op de Reede had liggen, dan mag je niet echt die twee aan elkaar verbinden. Maar het had gekund dat dit schip daadwerkelijk ook hier gebouwd was. Dat weten we niet zeker. Maar de scheepsbouw was zo dat dit soort schepen hier gebouwd waren. Ja. We hebben 40.000 mijl met dit schip gezeild. Vanaf de Carolinas naar Nova Scotia. En dit is een van de allermooiste plekken. Met de achtergrond van Volendam en de achtergrond van het Markermeer. Het lijkt net alsof je vaart. Wij zijn een stichting. De reden waarom er maar één 17e eeuws Nederlands schip ter wereld is dat het echt wel lastig is om de onkosten te blijven dragen. En dus we hebben
bezoek nodig. We hebben mensen nodig die iets kopen misschien van de website als ze dat leuk vinden. Het is een zware taak om het te laten drijven, verzekering. Alles kost geld. Maar tot nu toe, 30 jaar later, doen we dat nog steeds met plezier. In de donkere tijd van corona, waar iedereen binnen moest blijven en vooral alleen kon wandelen en fietsen, heeft dit echt betekend dat we een mooi iconisch schip in de haven hadden liggen. En dat heeft heel veel in de beeldvorming gedaan. En voor mensen was het een lichtpuntje in de donkere tijd, inderdaad. Heer, verhoor ons gebed, waarmee wij een beroep doen op uw goedheid. Houd alle tegenspoed van de wind verder van deze boot, van dit schip. Bedwing de aanstormende golven met onoverwinnelijke kracht. Opdat allen die ermee varen beveiligd mogen worden door uw bescherming, voor spoedige doel bereiken waarnaar zij verlangen en ongedeerd in de gewenste haven aankomen door Christus onze Heer. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Tomorrow,
on every shore, and I'll try, oh Lord, I'll try.